Het was een zware middag, Erik. Had je anders verwacht? Nee, maar het kan ook anders lopen. Dat klopt. Als wij in het eerste kwartier in de fase, de enige fase in de wedstrijd, dat er goed gevoetbald werd door Ajax. Als je dan de goal maakt, ja, dan kan het anders lopen. Wat gebeurde er dan na dat kwartier? Ja, daarna kwamen de emoties in de wedstrijd en die kregen de overhand. En ja, dan werd hier en daar het hoofd verloren en er werd niet meer goed gevoetbald. Nee, slordig, fouten, ja. Alles bij elkaar. Ja, ja. Wordt natuurlijk ook ingegeven door slechte grasmat. Maar inderdaad ook door heel veel emotie. Terwijl er best wel ruimtes op het veld lagen. Zeker bij Davy Klaassen. Maar we kregen daar de bal niet. De bal tussen de linies. En ja, al met al, voetballend gezien, ja, heel matig. Is dat iets waar je van tevoren voor gewaarschuwd hebt? Van dit kan gebeuren, dat het zo'n wedstrijd wordt met alles erop in de rand en dat we vooral het hoofd erbij moeten houden? Ja, maar ik heb je van tevoren gezegd, hè, waar het om gaat. De ploeg die het meest wil, die gaat winnen. En ook in balbezit om vrij te lopen. Om aan de bal te komen en de bal tussen de linies door te spelen. En ja, het was mogelijk, alleen ja, op een of andere manier hadden de spelers het overzicht niet. En dat denk ik ook zeker te maken met de emoties die op het veld en langs het veld bewogen. Ja, was het dan een van de minste wedstrijden misschien wel? Ja, maar dat zijn topwedstrijden. En de stress is hoog. En dat begrijp ik heel erg goed. En dan is het heel moeilijk om het hoofd koel te houden. En nogmaals, als we in die eerste fase van de wedstrijd scoren, ja, dan zou het waarschijnlijk wat anders lopen. Maar dat gebeurde niet. Maar ik moet de ploeg een groot compliment maken. Want ja, je komt achter en je recht weer de rug. En je weet het uiteindelijk 1-1 uit het vuur te slepen en dat is prima. Ja, daar mag je dan van geluk van spreken en daarmee beperk je de schade. Ja, geluk natuurlijk speelt. Het zit binnen de tijd. Maar het is ook een kwaliteit. Hè? En erin blijven geloven. En ja, hoe die dan valt, daar zit wel wat geluk bij. Maar we hadden ook 1-1 kunnen komen, bijvoorbeeld vlak naar rust. Een hele goede aanval die net van langs wordt gekopt door Haller. Ja, is het wel iets, dat balverlies en die slottige passes en het inleveren en zo, iets waarvan je denkt, ja, daar moeten we wel even aandacht aan besteden de komende tijd. Want dit moet er wel uit. Ja dat, je streeft altijd naar beter. En ja, de rust aan de bal, die was er niet altijd. En inderdaad, dat moet beter. En dat kunnen wij ook beter, want dat hebben wij al heel vaak laten zien in heel veel wedstrijden dit seizoen. Ja, heeft deze wedstrijd nog gevolgen voor komende woensdag qua fitheid, qua namen die je daar misschien gaat laten spelen, wel of niet? Nou, dat is op dit moment, denk ik, daar nog niet aan. Ik zit nu nog in de fase van de afronding van deze wedstrijd. En ik denk voor ons een goed punt, een prima punt. En die nemen we mee. En ja, en dan gaan we weer rustig voorbereiden richting woensdag, halve finale beker. En ja, dat is natuurlijk ook een wedstrijd. Hè? Kun je kwalificeren voor een finale. Ja, dat is fantastisch. Ja, maar eerst moet je zelf ook even tot rust komen. Nou, tot rust komen. Nee, ik was rustig de hele wedstrijd. De tweede helft ging je ook even mee. Dacht ik van, hé, je wil ook even... Nee, ik weet wat ik doe. Hè? Want ja, als... De emoties, hè? Het werd wel heel erg op de emotie gespeeld. Precies, maar toen dacht je wel van, ik moet ook even opstaan en ook even laten gelden. Nou, het werd wel heel eenzijdig. He? En uiteindelijk zijn er wel twee ploegen. En het moet wel in verhouding blijven. Ja, dat was het uiteindelijk. Dat klopt, 1-1. En ja, deze wedstrijd met veelal slecht voetbal verdiende ook geen winnaar. Dankjewel. Alsjeblieft.